Er is een postkantoor en een eigen treinstation. En zelfs de bankautomaten zijn in het Latijn. Sudare et lavorare ut redamus conceptus, hicis difficultas. De paus is er het staatshoofd. Dus insofern is de Vaticaan een staat in dem man keine steuern zahlt. Achter de muren van Vaticaanstad, vanavond in een speciale uitzending van Telefact.